Dit is het campusjournaal vanuit de Hogeschool Windesheim. Vandaag met Tim Broers. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van het campusjournaal. De komende 10 minuten gaan we ervoor zorgen dat je weer helemaal op de hoogte bent van het laatste nieuws. We beginnen met de Nederlandse sportbonden. Het gaat namelijk niet goed met de Nederlandse sportbonden. Door de crisis hebben veel van hen moeite met het vinden van sponsoren. Het gaat vooral slecht met de kleinere bonden. Bijvoorbeeld de directeur van de Hockeybond. Die heeft er een baantje als wiskundedocent bijgenomen om het hoofd boven water te houden. Ook de sporters hebben last van de crisis bij de bonden. Doordat er bijna geen geld is, kunnen de bonden niet veel betekenen voor de leden. De zoektocht in Panama naar de twee verdwenen Nederlandse vrouwen wordt vooral het werk van de Nationale Politie en Recherche. Het was gisteren een week geleden dat de twee vrouwen in het westen van Panama verdwenen. Alvarado's gespecialiseerde speurders hebben in het oerwoud al meer dan 25 routes onderzocht en nog steeds geen spoor gevonden van de vrouwen. Het wordt daarom volgens Alvarado het werk van de politie die andere theorieën over wat er gebeurd kan zijn moet onderzoeken. Getuigen zeggen dat ze de vrouwen gezien hebben bij een wandelpad. Vandaag worden ook honden ingezet. Het gedoe met de treinen bij de NS is nog niet voorbij. Na het Vira-fiasco verdoopt nu ook de vervanger van de Vira-kuren. De NS heeft daarom gisteren de 18 Trax-locomotieven stilgezet en laten onderzoeken op problemen met de stoomafnemers. Hierdoor lagen enkele verbindingen tussen Amsterdam, Rotterdam, Breda een dagje stil. De vervanger van de Vira rijdt vandaag weer 1 keer per uur en afhankelijk van het resultaat van de inspecties schaalt de NS dat vervolgens op naar een halfuursdienst. Het Australische schip dat eerder al signalen opving die mogelijk afkomstig waren van de zwarte doos van een vliegtuig, heeft deze dinsdag opnieuw opgepikt. De signalen komen overeen met die van de zwarte doos. Het gaat om een signaal op dinsdagmiddag dat 5 minuten en 32 seconden duurde en een signaal op dinsdagavond dat ongeveer 7 minuten duurde. Het is vandaag 31 dagen geleden dat het Maleisische vliegtuig verdween en de batterij van een zwarte doos gaat zo'n 30 dagen mee. Daarna wordt het signaal langzaamaan zwakker totdat het volledig verdwijnt. 2 jaar geleden kleurde de Oost-Oekraïnse stad Charkov nog oranje. Inmiddels ziet diezelfde stad er heel anders uit. De straten vullen zich met knokploegen uit Rusland die trachten de komst van het Poetins legioen uit te lokken. Rusland heeft gisteren gewaarschuwd dat elke vorm van geweld kan leiden tot een burgeroorlog in het land. De Europese Unie, de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne gaan volgende week om de tafel om te praten over de crisis rond Oekraïne. Dat heeft een woordvoerder van de EU laten weten. Je geld terugkrijgen met je pinpas. In sommige winkels kan dat vanaf vandaag. Geen harde cash dus, maar je geld terugpinnen. Makkelijker voor de klant en veiliger voor de winkelier. Voorlopig kunnen alleen klanten van de Rabobank retourpinnen bij de winkels van Score. Maar eind dit jaar moet dat ook bij andere banken kunnen. Een kleine 50 horecabazen is na de jaarwisseling de dupe geworden van inbraken. De inbraken vinden plaats als de ondernemers zelf aan het werk zijn en hun eigen huis dus leeg is. Op dit moment is deze golf alleen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel zichtbaar. Woordvoerder van de politie, Noord-Nederland, Ger Blokzijl, vindt het opmerkelijk dat het alleen om de noordelijke provincies gaat. Het zou kunnen is dat we toch te maken hebben met dadergroepen die zeg maar het hele land afreizen, zich een poosje ophouden in een bepaald gebied en daarna weer verder gaan. Verdachten hebben we nog niet op het oog. We zijn zeer recent begonnen met een wat uitvoerig onderzoek ook. We hebben daarvoor ook speciaal een team in het leven geroepen. Ja, en we hopen toch met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie, analyseren van sporen, vergelijken daarvan ook met eventueel andere sporen elders in het land, dat we mogelijk wat zicht krijgen op daders. De politie adviseert horecaondernemers geld, sieraden en andere waardevolle spullen veilig op te bergen. Daarnaast geven ze als tip mee om de buren te alarmeren. Misschien kunnen zij soms een oogje in het zeil houden als hun buurman achter de trap staat. Bijna een kwart van de eerstejaars hbo-studenten switchte vorig jaar van studie. Dat betekent dat zo'n 20.000 studenten van studie gewisseld zijn. Eerstejaarsstudenten die van de HAVO komen, gingen het vaakst naar een andere opleiding. En in 10 jaar tijd is hiermee het aantal hoppers in het eerste studiejaar gestegen van 17% tot 23%. Windows XP wordt sinds gisteren niet meer geüpdate. Dat betekent dat het systeem vatbaar kan worden voor virussen en hacks. Maar zijn er eigenlijk nog computers met Windows XP op Windesheim? Manager ICT Gert-Jan Flinterman stelt ons gerust. We hebben zo'n 1,5 jaar geleden eigenlijk alle machines vervangen door Windows 7. Er waren nog een paar losse machines die we de afgelopen maanden hebben opgeruimd. En alles wat nu nog over is, dat is eigenlijk van andere bedrijven op de campus. En die zitten in een afgesloten netwerk.
Ik denk wel dat de gebruikers van die machine zich zorgen moeten maken, maar dat zal verder niet Windesheim treffen. Hier op Windesheim hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Het Belgisch Instituut van Verkeersveiligheid is een confronterende campagne tegen hardrijden gestart. Het instituut heeft een filmpje gemaakt waarin 6 hardrijders naar hun eigen begrafenis zijn gelokt. Vrienden en familie doen tijdens de dienst net alsof de hardrijders al dood zijn. En ze roepen op om niet meer hard te rijden. Het is vreselijk om je zo uit ons leven gerukt te zien worden. Je was mijn vriend, mijn steun en toeverlaat. Kim, deze keer kan ik het u nog zeggen. Wees alsjeblieft voorzichtig tijdens het rijden. Ik wil jou niet kwijt. Het emotionele filmpje is inmiddels bijna 1 miljoen keer bekeken. Uitkijken geblazen als je een zebrapad oversteekt. Voetgangers worden namelijk steeds vaker van hun sokken gereden bij het oversteken. Dat blijkt uit vele klachten die bij Veilig Verkeer Nederland zijn binnengekomen. De verplichte voorrang wordt regelmatig genegeerd door automobilisten. En veel automobilisten weten niet eens dat zij moeten stoppen voor een zebrapad. Volgens Veilig Verkeer Nederland zijn daar 2 oorzaken voor. We hebben tegenwoordig te veel haast en vinden het wachten voor een zebrapad te lang duren. Maar ook zouden zebrapaden niet duidelijk genoeg zijn aangegeven. Automobilisten zien daardoor de oversteekplaatsen te laat. Veilig Verkeer Nederland trekt bij de gemeente aan de bel om het probleem aan te pakken. Deze week is de week van de take. En daarom kwam het RIVM afgelopen maandag met de tekenbeet-app. Hiermee kun je opzoeken hoe teken eruit zien en hoe je ze op een goede manier moet verwijderen. Met de start van de lente begint namelijk ook het tekenseizoen. Wil je meer weten? Kijk dan aankomende vrijdag naar de televisieuitzending van het Kampusjournaal. Gisteren publiceerde de Landelijke Studentenvakbond een onderzoek over wat studenten vinden van de toetsing op hogescholen. Uit dat onderzoek kwamen een paar interessante feiten. Bijvoorbeeld, alleen studenten die voor hoge cijfers gaan, maken gebruik van de inzagemogelijkheid. En dat universitaire studenten meer tevreden zijn met de toetsing dan hbo-studenten. Maar de belangrijkste uitkomst van het onderzoek was dat studenten liever geen meer keuzevragen meer hebben bij hun tentamens. Ze hebben liever open vragen. De vraag is of dat klopt. Er zijn namelijk studenten die veel liever multiple choice vragen hebben. En een van die studenten is Nick Spin. Nick, waarom heb jij liever meer keuzevragen? Nou, ik had laatst bijvoorbeeld een tentamen van 320 pagina's aan leerstof. En dan heb je zoveel namen en zoveel begrippen dat het een meer keuzetentamen best wel handig is, omdat je dan weer een geheugensteuntje krijgt. Heb je dan die meer keuzevragen gewoon niet liever omdat je dan wat beter kan gokken tijdens zo'n tentamen? Nou, ik ben niet de meest voorbeeldige student, dus ik heb het absoluut wel een keer geprobeerd. Maar het is niet echt heel erg handig. Het gebeurt niet snel dat je goed gokt en een voldoende krijgt. Oké, okay. Zou je dan niet gewoon wat beter moeten leren voor zo'n toets met open vragen? Ja, als we zo'n tentamen open vragen zou hebben, dan zou je er wel beter voor moeten leren. Maar ik denk persoonlijk ook dat dan de leerstof wel aangepast wordt. Dat de leerstof wat naar beneden gaat. Want voor open vragen kun je meer leerstof. Of voor gesloten vragen kun je meer leerstof krijgen. Vind ik. Oké. Okay. Stel je voor, als je alle toetsen die je tot nu toe gemaakt hebt op je opleiding, als die open vragen gehad zouden hebben, zou je dan meer moeite gehad hebben met het halen van je vakken? Ja, dat vind ik wel een beetje een moeilijke vraag. Want ik heb alleen maar gesloten vragen gehad natuurlijk op de opleiding. En zoals ik net ook al zei, ik denk dat de leerstof dan maar aangepast zou worden. Dus het is. Dat is niet echt iets om te zeggen ja of nee. Nou ja, stel je voor dat de open vragen toch ingevoerd gaan worden. Multiple choice gaat er helemaal uit. Wat ga jij dan doen? Gewoon ervoor gaan natuurlijk. Nou, als je er gewoon voor gaat, is het toch eigenlijk geen probleem? Nee, eigenlijk niet. Maar ik vind het gewoon merkwaardig dat mensen zeggen van dat ze de multiple choice vragen haten. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Verder vandaag praat de Tweede Kamer over de Amerikaanse Veiligheidsdienst, de NSA. Gaan de mensen in Indonesië naar de stembus. En vanavond speelt Atletico Madrid tegen Barcelona en Bayern München tegen Manchester United. Je bent nu weer volledig op de hoogte van het nieuws. Vrijdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Tot dan. Meer nieuws en achtergronden via campusjournaal.nl.